Wat op een groetje kijkt. Dario van Ietten Jongens, nog twee weken bulk. Ik ben nog twee weken fucking hard aan het trainen. Dan begint eindelijk Dario droog seizoen 2 dan ga ik eigenlijk droog trainen. Precies de dag dat ik ga droog trainen is 3 januari. Dus dan ga ik waarschijnlijk ook gelijk de eerste vlog maken. Ik probeer twee keer in de week sowieso een vlog te maken voor die serie. En ik denk dat dat. En als jullie dan zien wat ik doe, hoeveel calorieën ik eet. Wat ik nou. Wat kleine trucjes om droog te worden enzovoort, enzovoort. Want ik ga voor de Shreds baby. Um, maar dat begint dus 3 januari. En die dag ga ik gelijk, gelijk vloggen. En waarschijnlijk 4 januari al gelijk uploaden. Dus dat begint bijna. Ik heb net, net kom ik terug van de gym. Tering zware workout. En ik probeer echt nog twee weken lang volume omhoog gooien. Alles omhoog gegooid, En nog twee, twee weken lang alles eruit halen. <laughs> Wat er ook in twee weken gebouwd kan worden. Dus uh, hard bezig, jongen. Oké, okay, vandaag video. Een beetje een soort van rent. Waar ik al een lange tijd wel, wel mee zit, hoe je het wil noemen. Kijk okay, de titel is. Neem geen advies aan. Geen fitnessadvies althans van mensen die anabolen gebruiken. Dat zal heel veel mensen gelijk irriteren en gelijk triggeren. Ik ga zo meteen mijn hele video uitleggen wat ik hiermee bedoel. Ik wil meteen zeggen voordat ik gelijk boze mensen die waarschijnlijk gebruiken in mijn comments heb. Ik heb er trouwens niks op tegen als je gebruikt. Helemaal niks, boeien mij letterlijk niks. Ik zou het zelf niet doen. Dat is mijn advies. Um, maar ja, voordat, voordat de hele video verder gaat en voordat de mensen gelijk boos reageren: van die stokken en fucking vuurtje of die hooi vorken hier gaan staan. Ja, er zijn mensen die gebruiken die fucking goed advies geven. Ja. Een persoon daarvan, waarvan ik me heel veel dingen mee eens ben. Mike is verteld, dokter Mike is verteld, is mijn boy. Die gebruikt ook, dus het is niet zo dat iedereen die gebruikt en niks van weet. Zeker niet. Maar het grote gedeelte zou ik niet naar luisteren. Ik vertellen waarom, waarom ik dat vind. Laten we gelijk beginnen. Oké, okay, dus kijk, voor de meeste mensen, en ik kan in ieder geval zeker voor mezelf spreken. En ook voor de mensen die ik in echt ken, die aan een fitness journey zijn begonnen. Maar ook mijn cliënten momenteel. Als ik naar mezelf kijk, vroeger als jij. Uh, ik ben begonnen toen ik 13 was met de gym. En zeker in mijn tienerjaren, dus laten we zeggen van 13 tot en met 19, die zes jaar, keek ik heel erg op tegen wie is de grootste guy in de gym? En wat moet ik doen om zoals die persoon te worden, toch? Dus het, je bent veel meer geneigd. En ergens is dat logisch om advies aan te nemen van. Degene die zo groot mogelijk is. Nou zou ik als je natuurlijk bent in het, over het algemeen niet advies aannemen van iemand die gebruikt. Jongens, ik probeer dit al super lang duidelijk te maken. Dat de spelregels, ja, de, de manier van trainen, het zou niet anders moeten zijn. Alleen je komt weg met suboptimaal trainen en trainen als een idioot. Kijk maar naar hoeveel van die top bodybuilders trainen. Kijk naar hun schema's. I've been in and out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along. Yeah. we've been playing super games, the situation rotates. And they say communication safe relations, okay. Medicate, how I'm patient, wasting time in the way. Cause I can see it on your face.

Talk it through. Girl, you know that I'm the one that you can come and complain to. Your silhouette's amazing, but your brain is a maze too. So, can you help me find my way while I find something to say? I know the arguing just augments everything going both ways, but baby I can see it on your face. Een schouderdag waar ze 5-6 oefeningen voor hun schouders doen. Twee, drie verschillende frontraces. Vier verschillende weer delt movements. Dan twee, drie fucking side delt movements. Doen ze één keer in de week. Weet je, allemaal dingen die suboptimaal zijn. Maar waarmee ze toch groot worden. Even los van het generaliseren. Ik heb het hier gewoon over een heel groot gedeelte van deze personen. Die gebruiken. Die hoeven niet optimaal te trainen. Die kunnen dingen doen waar de nerds, zoals ik. En de meeste mensen die het kijken. Maar naturele mensen. absoluut niet heel groot van gaan worden. Um, als je mijn oude video's terugkijkt, dan zie je een patroon dat ik ook heel erg zo trainde. Omdat als je sowieso kijkt naar. toen ik begon, dat was 2008. Maar laten we de periode van 2008 en 2014, 2015 kijken. Die periode. Eigenlijk alle informatie die we hadden. was afgeleid van pro-bodybuilders. Je, je kreeg naar je informatie voor forums. of um, magazines. Weet je wel, van mensen die gebruikten. Want dat was de grootste guy. Dat waren de grootste guys. Weet je wel, ook fake nerdies. Heel veel. Weet ik denk aan. Als... Jaco de Bruis, Zeggy Constance, al die jassen, toch? Maar die trainen allemaal zo fucking dom. Dat een naturel persoon absoluut niet heel groot wordt op die manier. Dus wat was er gebeurd op een gegeven moment? Heel veel naturele mensen dachten. Oh, oké. Okay, de Nady limit is veel lager dan we denken. Omdat iedereen, in nou, ieder geval heel veel mensen, misschien dat er een paar slimmerikken waren die beter trainen. Maar heel veel mensen trainden dus als deze pro bodybuilders en ondervonden. hé. Hey, wij worden helemaal niet zo groot, want we zijn naturel. Dus wat, wat er gebeurt er? Dit is er heel veel gebeurd in deze periode. Dus eh, laten we zeggen, uh, ik denk sinds een paar jaar is het veranderd, maar laten we misschien zelfs tot 2018. Grotere, grotere periode. Heel veel mensen zijn of gestopt, omdat ze dachten: ja, weet je, we kunnen vijf jaar trainen als naturel persoon. Je zal nooit echt groot worden. Een natuurlijk persoon kan niet en droog zijn en groot. Je, allemaal dat soort dingen. Je kan geen grote delts hebben, want je bent nerdy, bla bla bla. Dus die zijn of gestopt, want natuurlijk trainen is niet leuk, want je kan toch niet gespierd worden. Of ze zijn gaan gebruiken. Dat is er heel veel gebeurd. Dus heel veel naturele personen zijn aan de saus gegaan. Maar wat we nou de laatste jaren zien. is. wacht even, wacht even, wacht even. De gasten die door zijn gegaan. als naturel. en hebben gezegd: nee, 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 wacht. Ik ga niet trainen als die gasten. die dus inderdaad één keer de week chess doen. of twee, weet je wel. En tien verschillende oefeningen. en gewoon de pomp chase. En het enige wat ze willen is de pomp, de pomp, de pomp. Weet je wel, shorten en partials. Alleen maar pomp, pomp. peak contraction, vasthouden. Contract. Everything is controlled. Oké, really pausing at to the top, getting that squeeze. Weet je wel, omdat, dat, hè, omdat die pomp zoveel meer is als je, hè, je. Je voelt die pomp zoveel meer als je gebruikt. Dus dat is het enige wat ze de fucking hele dag chasen. Maar die gasten die hebben gekeken: van oké, okay, maar wat zegt de wetenschap? Weet je wel, Sowieso, het wet wetenschappelijk landschap van de laatste jaren is echt fenomenaal als je kijkt naar. Voor de nerdy community, er zijn zoveel nieuwe onderzoeken, zoveel belovende dingen. Length and partial, stretch media, hypertrofie, van alles en nog wat. Dus. Uh, maar die gasten zijn doorgegaan. Dus Alex Leonidas, Joffrey Verity Schofield. Los van de influencer, natuurlijk ook heel veel mensen die geen fucking platform hebben. Maar wat we zien is dat nerdy fysiek steeds groter en steeds beter worden. Omdat de manier van trainen shift. Nu weten we dat het limiet van een natureel persoon veel hoger ligt. Dan dat we misschien een, uh, een tijd geleden dachten, hè? een aantal jaar geleden dachten. Dus. Dat maakt het weer een stuk interessanter, want hey, wacht even, we kunnen wel een heel stuk groter worden dan dat we ooit dachten, toch? Kijk naar mij, ik bedoel, ik ben nou al rond de 105 kilo. Uh, in de oude video's van iets Steadic was ik rond de 90 kilo. Nou, nah, nee, dat is trouwens niet wel helemaal waar, maar een peak bulk was ik ook wel acht, was ik rond 98 kilo. Maar met een aanzienlijk hoge bodyfat en aanzienlijk lage spiermassa. Ik denk, als ik mezelf nu zou zien, dat ik dat waarschijnlijk niet natuurlijk had kunnen halen in die tijd, omdat... Toen keek je door een hele andere bril, want je dacht, je dacht dat veel minder mogelijk was, toch? Oké, okay. maar waarom dan niet luisteren naar mensen? Er is een nieuw soort fake-naddy. En dat is best grappig. Waar eerst fake-naddy was, hey, iemand die zegt dat hij naturel is, maar, uh, maar gebruikt. Dan was je fake-naddy, toch? Dat was, dat was een tijd lang, was dat fake-naddy. Nu zie je dat mensen op zich wel open zijn over dat ze gebruiken. Maar nu is het de shift van ja, maar ik gebruik maar 100 milligram test per week. Ja, maar ik gebruik geen Dianabol. Ja, maar ik gebruik geen Tren, want als ik Tren zou gebruiken dan zou ik nog veel groter zijn. Weet je? Dus dus die mensen die nou gebruiken zijn nou aan het liegen over doseringen. Weet je? Het houdt niet op. Weet je? Dus nou, maar kijk, hij gebruikt 600 milligram test per week. Ja, ik maar 200 milligram test per week. Weet je? Dus die mensen, het is zo'n copingmechanisme, dat deze mensen, weet je, dus dat is nou de nieuwe leugen. Het, je hoeft niet een PhD te hebben om te zien het moment dat als jij kijkt naar grote natty bodybuilders, misschien zelfs van de silver era, maar ook gewoon van nu, en je kijkt naar een IFBB Pro, en je ziet hoe die eruit ziet, dat drugs... Al het verschil in de wereld maken, toch? Dus dat zijn niet eens meer mensen. Het probleem is, je kunt dus... Er zijn dus gasten die wel, misschien wel op zich wel groot zijn. Niet denderen, maar op zich wel groot. Maar die gewoon zelf de doseringen gebruiken. Als dus een fucking Ronnie Coleman. Want mensen doen dat. Hè? Als je luistert naar Volk en Derek, More voor for Dates. Zo iemand die vertelt over cliënten of anekdotisch verhalen van wat mensen wel niet gebruiken. Weet je? ...zijn echt absurde hoeveelheden. Alleen dat is nou de nieuwe fake news. Mensen liegen over hun hoeveelheid. Nee, 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 ik gebruik niet 1000 milligram test per week. Ik gebruik maar 500, toch? Dus dat is nou, dat is nou een nieuw verhaal. En um, het grappige is dat je kunt op een gegeven moment niet zeggen... ...oké, okay, wat, wat is het anabol? Hoeveel gebruik je? En wat is daadwerkelijk goed trainen, toch? Dus als jij als naturel persoon een advanced lifter wil worden... ...want dat is vaak het doel wat de meeste mensen hier hebben... ...in ieder geval de meeste mensen die mijn kanaal kijken, toch? Om, om dus vanuit die... Intermediate fase naar advanced liften te gaan. Dan is het niet verstandig om te luisteren naar gasten die superveel gebruiken, omdat zij. we weten niet wat van hun fysiek goed trainen, daadwerkelijk doordachte training is. of fucking meer anabolen gebruiken. Snap je wat ik bedoel? Dus jij kan niet als jij twee, drie jaar fucking naturel bent geweest. en je bent gelijk aan de saus gegaan, dan moet je niet andere mensen vertellen wat zij naturel moeten doen, omdat jij die ervaring mist. Sure. Iemand die 10, 15 jaar misschien naturel heeft getraind... en echt een exceptioneel naturel fysiek heeft behaald. en daarna is begonnen met sausen. Ander verhaal, vind ik een ander verhaal. Maar dat is niet, in de meeste gevallen is dat niet het geval. Als jij kijkt naar de doorsnee basic fit, als jij kijkt naar de. de door, want daar halen de meeste mensen hun informatie aan. De meeste mensen halen niet hun informatie van social media. De meeste mensen, en dat zou je misschien niet denken, halen hun informatie van. Lokaal, in de gym. Hé, hey, ik ga naar de Basic Fit. Hé, hey, ik ga naar Sport City. Oh, jij moet groot. Hé, hey, wat, wat doe jij voor je armen? Ja, je, je moet, je moet bicep hier bovenin vasthouden. En dan moet je, mee, eh, moet je hem kapot squeezen. dan doe je hier, moet je hier squeezen. Je moet de tp contractie squeezen, maat. Squeezen. En je moet heel veel kip eten, en broccoli en rijst, weet je. Dus dan kom je erachter dat heel veel van die gasten... geen fucking idee hebben van wat ze doen. Alleen ze gebruiken een shitload aan drugs. Ze hebben misschien ook wat goeie, hè? prima genetics. En worden ze al heel snel groot. Alleen als zij nooit een elite fysiek hebben gehaald, naturel. Dan kun je hun advies niet aannemen over hoe je dat wel moet doen. Dus, dat is eigenlijk deze hele video voor bedoeld. En dat zie je, je ziet op Instagram worden altijd de grootste gasten. Hè? Die hebben, de, we hebben een fucking grote following. Dus als je kijkt naar heel veel bodybuilders, weet je wel. Absolute units, ja. Maar als je dan ontleedt wat ze precies doen. En je denkt, oké, okay, als een naturel persoon dit zou doen, zou echt vrij weinig doen. Dit zou echt vrij weinig doen, snap je? Dus het is naar mijn mening al niet verstandig om een advies daarvan aan te nemen. Er zijn, nogmaals, ik heb het net in het begin gezegd van de video. Er zijn zeker bodybuilders die inderdaad door de hele route van naturel bodybuilders zijn gegaan. Die echt verschillende sche weet je wel, uh, schema's hebben toegepast. Echt, echt bezig zijn. Want op een gegeven moment wordt het voor een naturel persoon echt gewoon ook wiskunde en. Um, Weet je wel, wetenschappelijk benaderen van hey, hoe kan ik op een gegeven moment na 10, 15 jaar nog steeds gespierder worden? Want dat kan. Dat dachten we eerst dat het niet kon. Maar je ziet, als je nou in een in natural community bijhoudt, dat mensen nog steeds in hun laat 30, ja, zelfs in een jaar, weet je wel, als ze 40, worden nog steeds vooruit gaan, vooruit gaan, vooruit gaan. Alleen wordt het steeds moeilijker en wordt het steeds tactischer. Ja, dan is gewoon gewoon trainen trainemaat, gewoon haar pompenmaat, is niet meer genoeg op een gegeven moment, snap je? Dus het is belangrijk om het onderscheid daarvan te weten. En op social media zie je eigenlijk alleen maar dat de, de grote figuren die. ...eigenlijk fucking veel gebruiken, dat zij helemaal opgebomd worden... ...en naar hun wordt geluisterd voor fitnessadvies... ...terwijl naar mijn mening zijn dan echt de laatste mensen waar je voor moet luisteren... ...als je naturel bent en je wilt een elite fysiek halen. Dan moet je naar mensen luisteren die naturel zijn gebleven... ...en nog steeds fucking gains maken, want de gains spreken voor zich. Ja? Wij fucking netties hebben niet... ...farmaceutische middelen nodig om te blijven vooruitgaan. Dus we zullen vast mensen geïrriteerd over worden, zoals altijd. Maakt niet uit. Is mijn, dit, is, dit is mijn mening... <laughs> Als jij wilt luisteren naar, naar, groot, naar de grootste gast in de gym die één keer in de week een spiergroep hit en zeven verschillende oefeningen voor zijn borst doet, doe dat. Uh, niet raar opkijken als je dan heel weinig gains maakt, omdat dat alles behalve optimaal is wat een naturaal persoon moet doen. En dat is trouwens ook niet optimaal voor wat een gast moet doen die wil gebruiken. Want iemand die gebruikt moet waarschijnlijk ongeveer hetzelfde trainen als iemand die niet gebruikt. Het probleem is... Dat doen ze vaak niet. Want ze komen weg met suboptimaal werk. Want ze groeien toch wel omdat ze ongelooflijk veel. Omdat ze onge ongelofelijk veel middelen gebruiken. En misschien reageren bepaalde manieren van training. Ook goed als je gebruikt. Wat niet gebeurt als je niet gebruikt. Dus Zo'n pompjes uh, en meer reps in reserve laten. Maar gewoon echt die pomp, die pomp, die pomp. Dat dat wel werkt als je bijvoorbeeld de nodige substantie gebruikt. En dus niet als je naturel bent. That's it. Doe daarmee wat je wilt. Eén um, ding is wel, jongens. Natureel bodybuilder, komende jaren zul je echt zien dat er een shift gaat plaatsvinden. Dat we echt fysiek gaan zien, waarvan ik geloof dat ze 100% naturel zijn. Hopelijk waaronder ik. Zullen zien. Um, waar we vroeger echt no way dachten dat het natuurlijk kon. Dus zullen zien. Ik ben er hard voor aan het werken om dat op een van die mensen te worden. En um, behalve dat, lekker trainen, boys. Bijna 2024, jongens. Dan gaan we voor die 19-inch armen, voor die 48 centimeters. Weet je, <laughs> 18-inch. 46 is alweer het verleden. Dat is klein. Dat is smal. Dat is voor magere mensen. We moeten naar 19 inch, anders kan ik mezelf niet in het publiek vertonen. Jongens, dat was de video. 150 abonnees voor 15.000. 5.000 15 abonnees, nog 150. Als je wil abonneren, doe dat graag. En tot de volgende video. Peace.